Namens Faros ben ik de projectleider op dit programma. Nou, als je het hebt over welbevinden, is het natuurlijk eerst belangrijk om na te denken over wat is het eigenlijk, hè? Wat betekent welbevinden? Er is een officiële definitie, die is van het Trimbos Instituut. En daarbij wordt gezegd dat welbevinden, dat het daar gaat over een positieve geestelijke gezondheid, wat bepaald wordt door optimisme, zelfvertrouwen, geluk, vitaliteit, eigenwaarde, nou, allemaal dat soort zaken. En dat het dus heel belangrijk is dat er daarbij gewerkt wordt aan een omgeving die in brede zin bijdraagt aan die positieve ontwikkeling van individuen om te komen tot een gezond, sociaal en zelfstandig mens. En dit is dus een officiële definitie, die is bepaald op basis van allerlei onderzoek. Maar wat we heel erg merken in de praktijk is dat deze definitie zeker aansluit, maar niet altijd helemaal. Dus het is heel erg afhankelijk van wie je spreekt, wat zij zien bij het thema welbevinden of hoe ze dat ervaren. Als voorbeeld heb ik hier een overzicht van allerlei termen die mensen hebben gegeven tijdens een scholingsdag van LOAN, dat is het nieuwkomersonderwijs. En om even een gevoel te geven van wat voor termen mensen allemaal kunnen noemen als je aan hen vraagt, waar denken jullie aan? Ja, als het om welbevinden gaat in jullie context. Dus dit zijn scholen met onder andere vluchtelingkinderen en andere nieuwkomers. En zij geven daar aan. Maar als ik denk aan welbevinden en wat belangrijk is, dan denk ik aan cultuurverschil, aan trauma, aan de thuissituatie, aan sociale veiligheid, aan hoe gaat het met de ouder ook, aan taal, aan communicatie. Maar ook de zaken als veiligheid en vertrouwen. En dat zijn meer termen die ook terugkomen in de, in de definitie die we net zagen. Maar dit is even om te laten zien dat de term welbevinden dus echt wel heel breed kan worden gezien, afhankelijk dus van de context. En als je weer even het onderzoek ook erbij pakt, wat levert het nou op om te gaan werken aan welbevinden in de schoolcontext, daar gaat deze sheet specifiek over, dan zien we dus echt dat het echt leidt tot betere leerprestaties, tot betere sociale en emotionele vaardigheden, tot bijvoorbeeld ook meer motivatie om te leren, een verbetering van het werkgeheugen en de concentratie. Nou, je ziet dus hier, ik pik er even een paar dingen uit, maar je ziet dus echt dat het welbevinden, het goed in je vel zitten, dat dat echt wel heel veel oplevert in die schoolcontext. Maar andersom is het natuurlijk ook waar, dat als kinderen fijn aan het leren zijn, hè, als er betere leerprestaties zijn, dan voelen zij zich natuurlijk ook beter in hun vel. Dus het is echt iets wat beide kanten op gaat en wat eigenlijk gewoon heel erg met elkaar verwikkeld zit. Dat is belangrijk om te beseffen als we nadenken over welbevinden. Hier laten we een plaatje zien wat gaat over kinderen die opgroeien in ongunstige leefomstandigheden, hè, of waarbij er sprake is van veel ongunstige factoren. En daar hebben we het over bijvoorbeeld het opgroeien in een laag sociaal-economische positie, hè, van het gezin, maar ook dingen als discriminatie, leven in illegaliteit en andere ingrijpende jeugdervaringen zoals mishandeling, verwaarlozing. Dat zijn allemaal, als we het hebben over weer terugpakkend welbevinden, hoe breed dat kan worden gezien, dan zie je hier ook weer dat als je allemaal, hè, als je dan kijkt naar contexten van kinderen, en dus bijvoorbeeld als ze opgroeien in dit soort omstandigheden, dan wordt het al duidelijk dat welbevinden dus eigenlijk heel breed ook kan worden gezien, afhankelijk dus van de omstandigheden waarin iemand opgroeit. En wat belangrijk is aan het plaatje, is dat als kinderen opgroeien in deze omstandigheden, dat het een invloed kan hebben op de ontwikkeling, op het gezondheidsgedrag, op de fysieke gezondheid en op de psychische gezondheid. En dat het uiteindelijk ook nog weer gevolgen heeft voor de gezondheidsuitkomsten van kinderen die, als ze uiteindelijk volwassen zijn geworden. Maar als je dan kijkt naar die lichtroze balk, die eigenlijk als tweede staat, dan zie je dat het ook via mechanismen gaat. Hè? Dat bijvoorbeeld het opgroeien in laag sociaal-economische positie leidt ook weer tot verminderde toegang van de zorg, tot verhoogde stress en tot kansenongelijkheid in het onderwijs. En deze mechanismen, dat zijn eigenlijk de mechanismen waar we ook met z'n allen aan kunnen werken. Dus dat is eigenlijk weer het positieve hieraan. Die zorg kunnen we natuurlijk iets aan doen. Het wegnemen van stress kunnen we iets aan doen. En in het onderwijs werken aan kansenongelijkheid, daar kun je natuurlijk ook op inzetten. En hopelijk, hè, als we werken aan die mechanismen, leidt het weer uiteindelijk dat er minder negatieve gezondheidsuitkomsten zijn als volwassenen. Bekijk het plaatje rustig terug ook, want er staat natuurlijk vrij veel in. Maar dit is even de basis. Om dat van net nog te onderstrepen, van wat
waar hebben we het nou over? Zien we hier wat cijfers over kinderen die opgroeien onder ongunstige omstandigheden echt in Nederland. En daar kun je zien om hoeveel kinderen het gaat. En je ziet, soms gaat het over percentages en soms over aantallen. Dat is omdat deze cijfers nou eenmaal op deze manieren beschikbaar zijn. Maar het is goed om te beseffen dat het dus best wel over flinke aantallen kinderen gaat, die dus in die ongunstige omstandigheden opgroeien. En waarbij je dan eigenlijk op die mechanismen in wil zetten om dus negatieve uitkomsten later te voorkomen. En als we alles van net eigenlijk in ons hoofd hebben en dan dus bedenken van hoe kun je nou werken aan dat het uiteindelijk weer ten positieve eigenlijk gekeerd gaat worden. Dan weten we ook uit heel veel onderzoek, onder andere van de Harvard University, dat je dan goed kunt inzetten op drie factoren eigenlijk die je ziet in die cirkel. En dat is dus het verminderen van die bronnen van stress, het versterken van de sociaal-emotionele en cognitieve competenties en het versterken van ondersteunende relaties. En uit heel veel onderzoek blijkt dus dat als je hierop inzet, dat dat dan echt leidt tot kinderen die zich gezonder ontwikkelen en betere leerprestaties hebben. En tot volwassenen die uiteindelijk ook weer een sensitievere opvoeding kunnen geven. En als je deze drie factoren bekijkt, dan kun je er eigenlijk aan werken vanuit de schoolcontext of samen met de school. Je kunt op school in ieder geval zorgen dat school geen extra stress oplevert. Bijvoorbeeld, je kunt natuurlijk vanuit de school op die cognitieve competenties gaan versterken en ook die sociaal-emotionele competenties. En je kunt natuurlijk in de schoolcontext en juist ook samen met de omgeving heel erg werken aan het versterken van die ondersteunende relaties. En eigenlijk is het hierbij dus heel erg nodig dat er ook wordt samengewerkt tussen de school en de partijen eromheen, zoals de gemeente en de GGD. Dit is nog meer onderzoek, want we weten ook uit onderzoek wat het beste werkt als je het hebt over welbevinden en dus het werken aan welbevinden in die schoolcontext. Dan weten we dat een integrale aanpak, dat het echt veel beter werkt dan het inzetten van een losse interventie. En bij losse interventie kun je denken aan, we doen een aantal lessen over, over hoe kun je werken aan het verminderen van stress, hè, gericht op kinderen bijvoorbeeld in een klas. Maar we weten dat als je dat los doet, dat dat niet zo heel veel oplevert. Dus het gaat echt om die integrale aanpak, verspreid dus over een langere periode. En waarbij leraren een goede training krijgen, lessen en actieve deelname van die leerlingen vereisen. Ja, ouders ook actief betrokken werden, dan heb je het eigenlijk alweer over die omgeving. Leerlingen actief worden ondersteund bij die sociaal-emotionele ontwikkeling. En dat die visie over waarom het investeren in welbevinden zo belangrijk is, dat het echt wel breed gedragen wordt. En dat leidt, dat geeft eigenlijk ook weer dat volgende punt weer, dat iedereen in de school, maar ook om de school, betrokken wordt en inspraak heeft. Hè. Dus dat is ook natuurlijk de essentie van de integrale aanpak, dat je het echt samen doet en ook er echt met z'n allen achter staat. Hierbij gaan we wat meer in over hoe je dit eigenlijk vanuit de gemeente kunt doen. We hebben eerder, Favos en Trimbos samen een handreiking ontwikkeld over het bevorderen van mentale gezondheid jeugd en echt vanuit de gemeente, die zie je rechts in beeld. En ik heb hier even een piramide uit die handreiking uitgelicht om aan te geven van hoe je eigenlijk binnen allerlei verschillende onderdelen van de piramide vanuit de gemeente ook kunt werken aan het welzijn van de jeugd. Maar de eerste pijler is eigenlijk onderaan het universele. Dat gaat om alle kinderen, een stevig fundament voor alle kinderen. En als je het dan hebt over een school, hè, waar we het net natuurlijk over hadden, dan wil je eigenlijk dat je dus voor alle kinderen een goed klimaat neerzet, hè, waarbij er gewerkt wordt aan een veilig klimaat en wat weer positieve invloed heeft op het welbevinden van iedereen. En als je dan hebt over de gemeente in dat universele stuk, dan gaat het bijvoorbeeld om dat je samen met scholen kunt werken aan voldoende voorzieningen op die scholen en de kinderopvang natuurlijk ook, om te werken aan preventieve programma's en dat programma's die zich richten op sociaal-emotionele vaardigheden. Maar ook dat je inzet op voorzieningen als talentprogramma's, hè, van sport, spel en ontspanning, omdat we ook weten dat die beschermende factoren, die dus eigenlijk zorgen voor een stevige basis, dat gaat ook heel erg over deelname aan creatieve en sportieve en sociale activiteiten. Dus dat is echt ook een rol die je vanuit de gemeente goed kunt hebben. En als je het hebt over die tweede pijler, hè, dus die tweede balk in die driehoek, dan gaat het meer over
het selectieve, dus dat is een wat kleinere groep kinderen waarvoor dat nodig is. En als je dan weer kijkt vanuit de gemeente bijvoorbeeld, dan gaat het over extra aandacht hebben voor wat kwetsbaardere jongeren, waar dus iets voor meer voor nodig is, zodat ze ook gebruik kunnen maken van allerlei voorzieningen die er zijn. En, maar daarvoor moet je bijvoorbeeld ook een beeld hebben van wie die kwetsbare jongeren zijn. En dan kun je bijvoorbeeld gaan kijken naar lokale cijfers. Dat kun je natuurlijk via de GGD ook weer krijgen. En dat je dus ook inzet op selectieve preventieactiviteiten. En dat is ook weer iets wat dan op de school kan plaatsvinden. Dus daar zie je eigenlijk ook weer die interactie tussen school, GGD en gemeente. En in die bovenste pijlen, dus dat zijn echt, dat is nog een kleinere groep kinderen en jongeren waarvoor echt weer wat meer nodig is. Dan gaat het ook echt over versterken van die eerste lijn. En een goede verbinding tussen school, thuis en de jeugdgezondheidszorg en andere eerste lijn zorgvoorzieningen, zoals schoolmaatschappelijk werk, wijkteam, jeugdgezinsteam. En dat het aanbod ook echt vlakbij of in ieder geval onder school georganiseerd wordt. Dus bij die derde pijler kun je aan dat soort dingen denken. En eigenlijk als er vanuit de gemeente gewerkt wordt aan alle drie deze pijlers, dan krijg je eigenlijk een aanbod voor iedereen binnen die piramide. Wat we verder nog in die handreiking ook bespreken en waar we nu ook vanuit Varels en Trimbos onze leerkring voor gaan aanbieden, is hoe kun je nou deze aanpak waarin je die drie pijlers meeneemt goed neerzetten. En dan gaat het echt om vier stappen. Goed te kijken wat er nodig is. Als eerste stap een plan van aanpak te maken. Daarna natuurlijk afspraken te maken over die activiteiten en uitvoering. En uiteindelijk ook na te denken over hoe je dat goed kunt monitoren en evalueren. En die stappen die volgen elkaar eigenlijk elke keer op. En dit is dus iets wat we samen, waarbij we graag vanuit Varels en Trimbos jullie begeleiden. Waarbij we samen met de gemeente, de GGD en het onderwijs deze stappen willen gaan zetten. Om uiteindelijk te komen tot een goede plan van aanpak over de drie pijlers. Dat was het voor nu en tot binnenkort hopelijk.